Oké, okay, is de audio allemaal oké okay voor je, iedereen? Ik denk het wel, maar alleen de kabel is heel kort. Yeah. Ja. Dus ik moet echt fucking leunen naar voren, eigenlijk. Ja. Yeah. Mag. Ik hou hem gewoon vast. Ik vind het wel lekker om hem vast te houden. That's what she said. Here we go again. Goeiedag allemaal. Um, welkom bij een nieuwe podcast. Um, ik ben Michel. <coughs> This is G. En ik ben Ivy. En ik heet Ivy weer van harte welkom bij de volgende podcast. Welkom terug. Dank je, thank you. you Vond je het de, de, de vorige keer zo leuk? Ja. Nou, ging best wel uh, lekker. <laughs> het klinkt niet zo overtuigend. <laughs> Ze is hier met tegenzin gekomen. <laughs> oh, jongens, maar ik zit er toch, dus hè? Ja. <laughs> yeah. Nee, maar lachen Tof dat je terug bent gekomen voor, uh, voor een uh, volgende aflevering. Um, maar in ieder geval, de topic van vandaag. Ik, uh, uh, ik heb wat nieuws doorgekregen van, uh, van Ivy zelf. Want ik ben zelf anti-social media op dit moment. Daarom heb ik het gemist. En ik vind het eigenlijk ook niet echt super erg dat ik het gemist heb. Maar. Yo, 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 yo. Mag ik wat zeggen? Zeg maar. Dit is wel iets wat voor vandaag is gebeurd. Ja. Yeah. Dus dat betekent vandaag en gisteren. Ik weet niet of dat zo was. Maar mm -hmm. als je, ik weet niet wanneer je deze volgende podcast zal uitzenden. Weet je wel? Uitzenden. Nou, ik val een beetje door de mand. We hebben twee afleveringen op één dag opgenomen. Dus vandaar dat ik nu zeg de tweede aflevering. Maar als je dit ziet. En ik heb deze eerder uitgebracht, dan is dit de eerste aflevering. En we hadden nog een andere aflevering met Ivy. Waarschijnlijk zeg ik dan dat zij voor het eerst is gekomen. Is in principe niet heel erg. Ik ga deze ook echt gewoon. Ik ga, ik ga dit um, zo min mogelijk aan uh, editen. Oh my god. Tenzij ze echt hele, hele stiltes komen waarvan we met z'n drieën een wiskundige formule moeten oplossen. Dan, dan knip ik dat wel eruit. All right. Oké, okay, kan je iets dichter bij de mic? Heb je nog niet geleerd in de eerste aflevering? Oké, okay, um, voor eerste topic, tweede aflevering uh, met Ivy uh, van, uh, van Next Gen. Welkom terug. Yeah. Yay. Super tof. Ja. Maar in ieder geval... Um... <laughs> ik ben super anti-social media. Uh, Ivy die heeft, mij, uh, uh, heeft ons net wat verteld. Ah, niet dat ik zo vaak op uh, social media zit. Maar uh -huh. dat is wel iets wat mij is opgevallen in ieder geval. Oei, -ie, oké. Okay. Ja. Maar uh, wat is de top hack? Ja, ik weet niet, er was gewoon... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik die hele video niet eens heb gezien. Het was gewoon meer van een screenshot die merendeels is gedeeld. Of zo, mm -hmm. het is gedeeld in, in, in stories en zo. Op Instagram, op Facebook zag ik het. En dat waren vooral, vooral eigenlijk Asians die boos waren. En dat was echt een topic van, van een ene van... Ja, het was gewoon een screenshot van een guy. Volgens mij die René. <laughs> of zoiets, dacht ik. Mm -hmm. En hij is van Roemag. En uh, hij heeft een video dus blijkbaar gepost over uh, iemand die... Uh, ja, ik weet niet, volgens mij... Ik zag iets over dat... Hij... Je mag hem gerust erbij halen. Oh dat ja. Dat is makkelijker. Ja, volgens mij had ik hem wel. Maar dit is een beetje een. een, 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 een ja, hoe zeg je dat? Een gevoelig onderwerp. Omdat ik heb toevallig vandaag een, een gesprek gehad met mijn vader over racisme. Puur van het feit dat. Um, uh, je, je hoort heel veel Asians. Um, dat bedoel ik niet jou, zeg maar. Uh, um, Goed zusje. Nee, maar Chi nee, oh. nee, heeft. G, bij Chi begrijp ik dat. Oh. Um, en ik neem het hem ook niet kwalijk. En, en niemand zou het hem kwalijk nemen. Maar uh, ik, had, ik had meer vandaag een topic over, over met mijn vader over gehad. Over je Nederlands um, zodanig um, perfectioneren. Dat mensen jou aan de telefoon bij wijze van spreken niet zouden kunnen onderscheiden van een, een Hollander. Ja. Dus um, ik heb mezelf zodanig, um, mijn Nederlands zodanig geperfectioneerd. Dat wanneer ik aan, met iemand aan de telefoon zit, dat mensen niet kunnen zeggen dat ik. Tsun Tin Lei ben. Maar ik heet gewoon Michel van de Lee, bij wijze van spreken. Ja, oké. Okay. Ja, en dat is... Uh, dat, en, ik, en, en nu ik dit van jou hoorde, dan denk ik van... Wauw, waar gaan we heen in de wereld? Ik bedoel, we, zitten, we leven in de 21ste eeuw. Ja, nou, dus laat ik het maar voorlezen... als vragen waar het over gaat. Maar ik denk dat iedereen het wel een beetje weet. Dit is wat zijn caption was. Is als een soort buikspreker... dit Chinese-Nederlands... proberen te leren. Ze moesten uiteindelijk toch het land uit... Koffertjes zat vol met verboden gedroogde groentes, paddenstoelen en stukjes hond. Nou ja, ga nog skypen. You. Hashtag China. Hashtag Imran. Hashtag kloepoek. Hashtag sambal bij. Hashtag you. Yo. Het enige yeah. wat ik zag is dat ik echt, wow. that's like. Het is yeah. echt soort van praten over stereotypes. Iets yeah. of, of wat, wat me, alleen mensen denken dat dat het enigst is wat wij doen. of... Ik kan niet begrijpen dat mensen Stop. nog zo um, uh, oppervlakkig zijn. Ik bedoel, dit is grappig. <laughs> dit is, deze guy is gewoon... Is, is, op deze foto is hij is is legend. Is hij best wel held. Maar ik zou zal, ik zal, ik zal eigenlijk zeggen van... Damn, dat mensen zo kortzinnig zijn. Rond deze tijd nog. Ik bedoel, ik, ik zeg het nu gewoon... Unshamely, rumach. Dat was onder de gordel. Ik begrijp dat jullie het grappig vinden, maar... Begrijp ook aan de andere kant dat jullie ook heel veel Aziatische klanten hebben. En op zo'n manier raak je gewoon een heel hoop klanten kwijt. Ik denk echt dat heel veel mensen even wel anders gaan kijken nu naar uh, heel dat uh, roemige doel. Ja, want. Um... Nou ja, ze Of nou ja, in ieder geval, ik, ik had het gevoel dat... Want iedereen ging het posten, iedereen ging het delen. op hun stories en zo. En ze waren echt... Echt heel erg op doorop tegen van oh racisme, weet je wel, het is zo racistisch? En wat is dit? Het kan echt niet. Dus dat ik echt dacht van wauw, echt. Iedereen is echt er niet mee eens over deze hele post. Dat ik echt soms dacht van: oké, okay, is het echt zo erg? Of is het, is het wel omdat wij overdrijven? Maar toen ik het soort van ging kijken en meer ging lezen en dat ik echt dacht van. Nee, het is echt niet dood. Man. Maar het is ook, ook zo omdat, ik weet niet, ik heb het gevoel. Dat als er iets gezegd wordt qua racistische opmerking of whatever tegenover Aziaten, is dat wij er een soort van meer wat nuchter en um, mee omgaan of zoiets. Dan, nou, niet, nou ja, soort van niet meer zo gauw. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is meer zo van: als je bijvoorbeeld, weet ik veel, iemand anders gaat uitmaken voor een bepaalde kleur of zo, of uh, whatever, dan denk ik dat ze eerder voor van gauw meer... of bijvoorbeeld, weet ik veel, een bepaald geloof of zo... dat ze daar meer een probleem in maken dat... Ik weet niet, ik hoor echt bijna niks over dat Aziatische racistische gedoe... omdat wij het soort van, we let it go, somehow. Nou ja, ik, ik weet niet of dat zo... Ik vind het eigenlijk min of meer wel een beetje een, 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 een kwalijk iets. Het is eigenlijk heel sterk discipline van Aziaten... dat wij denken van, pff, I don't give a shit ja. of dilly-gaff... Dan denk ik van, ja, oké, okay, prima. Maar dan zet dan, dan je jezelf meer als makkelijk slachtoffer, vind ik. Dat is in ieder geval bij mij zo. Iemand noemt bij mij al een met een fiets. Met de fiets. Mm -hmm. En ik negeer ze gewoon. Dit gebeurt al zo vaak. In ieder geval, dit gebeurt al zo vaak bij, ieder geval bij mij. Mm -hmm. Ik dacht van, ja, wat heeft dat voor zin als ik het terug ga schelden? Dan ben ik er gewoon precies zelfs als hem. Ja, dat is, dat is, dat is wel zo. Maar het is wel meer zo van... Ik heb het wel heel vaak soort van laten gaan en dat is niet omdat ik een uh, makkelijk slachtoffer ben, maar het is, ik wil daar geen mijn energie en aandacht aan besteden. Zo bedoel ik. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat ondanks dat wij dan zeggen over van, oké, okay, weet je wel, uh, de, de bestaan mensen zoals hem, dan heb ik echt zo'n gevoel van, ja, ik weet niet, we kunnen er wat van zeggen, maar zulke mensen heb je. Er is niet één en er is eentje die een post heeft ge. Uh, Zo'n video heeft gemaakt, heeft online gezet. Oké, okay, hij wordt gebombardeerd met alles en nog wat. Maar besef even dat er nog zoveel mensen van zulke jongens er zijn. Weet je wel? En ik begrijp dat het echt niet oké okay is. Maar ik ga niet bijvoorbeeld nu naar rumag of zo. I don't know, een hele fucking of zo schrijven van ja, ik vind het echt kunnen en ik ga jullie uh, opwachten of whatever. Weet nee, je wel? Nee, dat nee. Is... zo laag moet je niet gaan. Zo, nee, natuurlijk niet. niet nee Maar dat is dat is wel wat ik mee bedoel met als zin van wat wij wat waarom wij het soort van er makkelijk mee omgaan is niet omdat wij een makkelijk slachtoffer zijn maar wij zijn er veel milder mee somehow of zoiets. Maar dat is volgens mij denk ik met de opvoeding. Er ligt ook echt aan de opvoeding hoor. Ja. Dat... En de mensen die je om je heen zit. Yeah. Dat, ja, dat kan, ja. Maar ja, dus, ja, dus of nou ja, hij heeft in ieder geval een soort van. Hij heeft het verwijderd omdat hij zoveel negatieve comments heeft gekregen. En... Het heeft geen zin om het te verwijderen, want als je het eenmaal op internet, uh, internet hebt gegooid. It will stay there forever. Ja, yeah, it's done. Het it is gewoon klaar. Ik zat al eigenlijk te zoeken naar ergens dat iemand die video al heeft ge. Hoe heet dat? Ge... Geript. Ja. Dat ze hem gewoon sowieso hebben bewaard voor het geval dat hij het verwijderd hebt. Maar ik heb hem nog niet gevonden in ieder geval. Maar hij heeft zeg maar dus op Instagram geschreven. Daarna, after a day, weet je wel. Oh. Soms praat ik te snel. Soms typ ik te snel. Ik ben een entertainer die er niet, uh, die niet is om haat te zaaien of om mensen te kwetsen. Maar om mensen op een positieve manier te laten lachen. In mijn captions zoek ik graag het randje op. En dit was voor velen eroverheen. Uit respect heb ik de video verwijderd. En het heeft me natuurlijk aan het denken gezet. Mijn verontschuldigingen. Dit had anders gemoeten. Ondanks de vele doodsbedreigingen. en heftige ziekte toewensingen in mijn DM. Mijn oprechte excuses. Oké, okay, het, is, het is aan de ene kant. zie ik het positief dat hij. Um, dat hij. Uh, excuses heeft aangeboden. dus hij heeft het niet gemeend. Maar als je bijvoorbeeld zoiets. post. ja, sorry hoor. Um, dat. dat oké, okay, um, ik, ik. praat het niet goed voor hem. En ik, uh, ik ga me ook niet helemaal tot de grond aan afbranden of door midden zagen. Maar het is meer in de feit, uh, van het feit dat. Voordat je iets post, dan lees je het dubbel na. Dan denk je van: hmm, is het wel handig dat ik dit post? Ja, ja. Je kan het altijd nog editen. Maar als je al iets van zegt van. Um, Ching Chang Chong, Kloepoek. Uh, uh, zoveel fucking hashtags zet. En dat je niet eens fucking <laughs> over nadenkt. Dat je denkt van: hé, hey, deze shit klopt niet. Deze shit deugt niet. Dan, klopt, dan, 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 fun, dan functioneert je brein op een gegeven moment niet zoals het hoort in de 21 ste eeuw. Ja. Dus ik kom misschien heel hard over voor jou. Hoe heet die guy? René, toch? René, of whatever. I, I don't even. Ik ken je niet eens. En um, uh, als ik jou al zo, uh, zo hoor en. en oké, okay, excuses aanvaard. Maar als ik je zo hoor en je hebt, je hebt in, al een eerste fout gemaakt. Ik hoef je niet eens <laughs> te leren kennen. Dat is. Ja, sorry. Als je, als je dit ziet, dan nee. Je hebt, het gewoon, je hebt het gewoon verpest. Want je eerste indruk bij iemand, of bij mij, is in ieder geval een kutindruk. Dan is het gewoon <laughs> klaar. Ja, ik heb ook echt zo nu ik dit heb gezien, dacht ik echt van, what the fuck, weet je wel, ik hoef niks meer van hem te zien of zo. Want als, nee. hij, als hij dit grappig vindt, dan wat vind ik die andere het grappig, vind, weet je wel. denk ik ook echt zo van, ja, ik weet niet, ik wil wat zeggen, maar ik hou het gewoon even voor me nu. <laughs> je mag het best zeggen, hoor. als het te erg is, kan heb ik het geluid. Nobody maar, knows. Het gaat ook. Uh, erom... Nou ja, nee. Hij, heeft het... hij is wel ver gaan. Ja. Nee, hij... Heeft... Nou, ik wil eigenlijk zeggen over... Het gaat ook om wie het zegt. Want ja. als je... Weet ik veel. Net zoals een YouTuber, Johnny. Ja. Weet je wel? met Johnny en zo, hij maakt ook uh, allerlei dingen belachelijk over zijn eigen cultuur en zo, snap weet je wel? Je, mm -hmm. Snap je. Maar hij brengt... Ik weet niet. Somehow, ik ben echt niet beledigd door dat. Maar dat is misschien omdat hij zelf ook zo is. Omdat je zelf eentje bent. Ja, je, je bent er zelf eentje. Ja. Dan, net als... Net als um, um... Als, als wij uh, buitenlanders uh, donkere mensen die n-word noemen, ja, dat, is, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon, is gewoon no territory voor je ons. Je moet echt die, die kaart hebben, de, de green card. Ja, voor. Uh... snap je. Ja. Zoals die in de Jackie Chan, van de Rush Hour. What's up? Ja, ja. <laughs> die heen eigenlijk, Maar hij zei het op een hele grappige manier. En je ziet ook dat hij het gewoon niet weet dat het niet kan. Ja. Maar op de, ja, wat, wat René heeft gedaan van Rumach... Nee, nee, dat is gewoon een no-go. Nee, is te gewoon, ver of niet? Ik weet dat, niet Het gaat wel heel ver, ja. Heel veel mensen die, uh, die, die. die waren echt niet mee eens over dit. Een, een, een haatjongen, mocht ik kreeg. Ik, 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 ging, ik ging door blijven swipen en ik zag overal dezelfde screenshot of gewoon. in ieder geval van die video en over dat hij. weet je wel, gewoon allemaal hun eigen mening over. van ja, waar gaat dit naartoe en waar... weet je van. Mm -hmm. You stupid. <laughs> nee, dat was, dat was geen slimme set. Nee, dat was nee. zeker geen nee. slimme zet, nee. Maar uh, racisme, sowieso rond deze tijd, denk ik van: Ja, weet je, heeft iemand ooit geschiedenisles gehad? Nee. <laughs> nee volgens mij vinden mensen echt geschiedenis uh, niks boeiends eigenlijk. Ze vinden het gewoon helemaal niet boeiend. Ik nou. vind het, het keiboeiend. Ja, want uh, eigenlijk, als je kijkt bijvoorbeeld de laatste tijd in Amerika, bijvoorbeeld, mm -hmm. nou, in ieder geval met Trump eigenlijk daar ja. laat je dat laat eigenlijk alle mensen in Amerika de juiste kleur ja, van, ja van zeg maar waarom zou je dat doen eigenlijk mee zeg maar Trump is racisme eigenlijk ja omdat hij dat zegt maar is hij ook echt letterlijk zo ja ja maar dat ja. is een meningverschil mm het -hmm. is gewoon iedereen heeft een ja. eigen mening over wie ze als president willen en uh, ik weet niet man uh, ik, ik heb gehoord ik, op een gegeven moment ik had een iemand voor me en die ging helemaal zeiken over Donald Trump gewoon mm -hmm. dat ik echt dacht van je ja, maar hij is niet onze president weet je wel? <laughs> Ja, hij heeft, hij heeft wel heel veel invloed op de wereld ja he? maar ja. ik mm -hmm. denk daarom ja weet ik veel weet je ik ben echt zo'n iemand die daar soort van ik zet daar een, zeg maar nou weet je al ik zeg hij is niet onze president waarom waarom moet ik er waarom ga ik zag zelfs een interview Het was een, een een zeg maar van, van RTL dacht ik daar hadden ze mensen gefilmd en die uh, van, wat vindt u ervan dat Donald Trump president is geworden? Oh god. En ik weet niet, die vrouw begon spontaan te huilen. Wat? Oh, ja, nee, echt, ik zweer het. Het was op tv en ik zat zo te kijken. Ik dacht, why are you crying? <laughs> It's not even your president, word. Oké. Okay. Oh man. En, maar ze, ze dacht echt dat de wereld gewoon verging, gewoon. Kijk, dat is wat heel veel mensen dat denken. En yeah. here we are, we still alive. Hey. Ja, nee, maar weet je, ik, ik heb ook gevraagd, want ik heb ook familie natuurlijk in Amerika van... hey wat vinden jullie ervan? Maar dat is niet omdat ik... Um, ja, het was meer van... iedereen zegt dit in Nederland. Dus hoe denken hun daarover? Hun denken van een paar mensen... waarvan ik het heb gevraagd. Die hebben gewoon gezegd van... ja, weet je, oké... Okay, nou ja, hij is nu onze president. Uh, iedereen zegt slechte dingen. Uh, laten we geven hem gewoon de kans... om te laten zien wat hij in ieder geval... Wat, uh, zeg maar, wat kan doen. Of we gaan gewoon kijken hoe hij presteert. Zeg maar. mm -hmm. Dus dat is letterlijk hoe ze denken. Ik heb nog geen één... Iemand gevonden die zegt: van, Oh, I hate Donald Trump. No. Weet je wel, dat, dat, dat heb ik niet. Uh, dat heb ik nog niet gehoord, in ieder geval. Nou op internet zie je dat heel ja, in erg internet wel, ja. mis, Op internet misschien wel, maar als je daar bent. Oh, in persoonlijk bedoel je? Perso ja, want mm -hmm. het was dan. Uh, was het dit jaar of vorig jaar? Was ik naar New York geweest. En nou, dan ging ik daar ook gewoon uh, vragen hoe en wat. Maar dat is. Het was niet zo hatelijk als dat ik dacht. Het wordt zo extreem uitgebeeld of zo in Nederland lijkt mij. Nou ja kijk, het punt is is, um, heel veel mensen die, um, die geloven het nieuws. Ja. En alleen moet je niet alles baseren op het nieuws. Ja, nee. ja klopt. Je moet zelf ook je research doen van um, particuliere of, uh, of eenmansjournalisten. Mm -hmm. die, die beelden dingen heel anders uit dan bijvoorbeeld een hele grote corporatie als CNN, BBC of de RTL. Mm -hmm. Dus doe gewoon je fucking research. Ja, Ik weet niet, ik bemoei me gewoon niet. Ja, politiek eigenlijk, hè? Ja, nee, ik, laat, ik, laat, ik ben gewoon neutraal, weet je wel. Dus uh, ik uh, ben gewoon echt zoiets van: nah, ik zie wel hoe het loopt. Ja, maar dat is altijd zo met, met de media tegenwoordig. Is dat ze willen juist dat jullie en ons, mm -hmm. dat wij stemmen alleen voor één kant. Maar als je de waarheid weet, je moet altijd van twee kanten begrijpen. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, een nog groter voorbeeld is, is dat heel veel Amerikanen hebben hekel aan Rusland. Poetin bijvoorbeeld. Oh, maar, ik, oh, oh. Ja, maar waarom is dat zo? En de vraag is, waarom is dat zo eigenlijk? Mm -hmm. mee? Maar ik had ook eens een interview gekeken. Mm -hmm. ik, en ik heb ook nog in Syrië, mm -hmm. Bashar al-Assad. Waarom is hij slecht? Is hij een dictator? Tuurlijk. Maar wat maakt hem slecht aan? Iedereen probeert een schuld te geven aan hun twee. Maar, maar waarom? Maar dat zijn bijvoorbeeld die dingen. De media proberen jou te overtuigen dat je moet hekel aan die twee mensen. Ja, maar het is ja. een soort van een, uh, een reputatie, een image. En ja. iets wat ze willen neerleggen. Ja. Over, maar dat is met beroemdheden. Ja, sowieso. Dus, dat, is, uh, dat ook nog. Maar wat ik zie eigenlijk is het propaganda. Ja. Dat is precies hetzelfde wat Noord-Korea ook aan het doen zijn. Dat doen de Westen ook eigenlijk mee. Ja, hey, ja. hey, praat niet slecht over Kim, oké? Okay? Dus, ja, Kim, dat is, mijn Kim, is, homie, Kim <laughs> is mijn homie, Kim is mijn homie. Um, Oké, okay, we gaan niet te ver over de nee, over, over politiek. Want, maar uh, terug um, naar die ene racisme eigenlijk. Uh, over die Instapost. Uh -huh. Het enige wat ik kan zeggen is. Um, uh, het is in ieder geval goed dat, uh, dat Geneese zich, uh, ja, zich heeft beseft dat het een, uh, een, een slecht iets is. Ik hoop dat hij het beseft, want de meeste die opeens. Uit het niet gewoon een, een lading van allemaal Asians of whoever, weet je wel. Dat ze allemaal een lading krijgen van. De comments en dat het gewoon niet oké okay is, dan ja, dan word je natuurlijk wel bang, mm -hmm. maar gaat er geen komt er een tweede keer? Komt weet, weten we zeker dat, er, dat dat hij het niet nog een keer gaat doen of dat hij dit maar gewoon doet? Omdat voor fame ja, snap gewoon, ik bedoel? gewoon zo van, van, van zo van ik maak dit even nu even zo goed en dan uh, is het wel even klaar, even makkelijk opgelost. Zo publiciteit is goede publiciteit of zo, zeg even, even als het slecht type screenshotten en even op Instagram gooien. Is dat is dat het? Weet je wel. Nou ja, kijk, dat is, dat is gewoon een goed leermomentje. Ja, van dat wel. Maar... Elke, elke vlogger, journalist, inclusief mezelf. Want ik vlog ook en ook met deze podcast. Soms, soms zeg je dingen dat gewoon niet klopt. Um, maar je moet het ook nog gaan editen. Je moet het ook nog gaan. Uh, uh, je moet je SEO nog uitschrijven. Mm -hmm. Je moet ook nog uh, een titel verzinnen. Maar als er door dat hele proces geen belletje rinkelt in je, dan functioneert het niet. Dit is echt precies als met Logan Paul gewoon. Maar dat gaat doen met die suicide forest en zo, weet je wel. Dat is, dat is niet goed. Dat is gewoon omdat hij een. Ik heb die video niet gezien. Hij maar hij heeft het eraf gehaald, toch? Hij heeft het eraf gehaald. Ja. En je kan het ook bijna nergens meer vinden. Maar anders mm -hmm. blurs het eruit. Of I don't know, whatever. Maar iedereen had het erover. En ik wou zien waar ze het over hadden. Maar mm -hmm. ik ben altijd laat met die dingen. Sowieso altijd. Ja. Het is wat? de eerste keer dat ik een keertje van op tijd ben met mm -hmm. nieuws. <laughs> weet wat, je wat had, wat had Lokenpauw over gedacht? Zeg over die. Of die uh, Suicide Forest. Nou, hij heeft niks gezegd. Hij heeft, hij heeft gewoon meer wat gefilmd wat niet op internet kan. Nou, yes, um, um, of um, zoiets, toch? Long story long. Um, is, um, Logan Paul is naar uh, Japan gegaan. Naar de Suicide Forest. En um, in de Suicide Forest... Um, hoef je niet altijd wat te vinden. Maar je, er is een grote kans dat je iets kan vinden. Um, Het heet maar maar niks uit, voor niks een Suicide Forest. Maar uit, maar uit respect... Um, dan, 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 dan zet je iemand niet in beeld omdat diegene sowieso al uh, dood is, dan zet je hem niet in beeld. Maar hij heeft het in beeld gezet, geedit, uh, 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 een descriptie bijgeschreven en gepublished. Ja. Dat, dan heb je er gewoon niet over nagedacht. Je hebt er gewoon niet over nagedacht. Dat, totaal niet. Ja, maar dat is dus net zoals met dit bijvoorbeeld: van je zit erachter, je, ja. je zit weet ik veel hoeveel uur aan, aan die video te editen. Mm -hmm. Dat duurt lang. En dan wil je precies dat ene stukje. Van wanneer je dus die dode guy of die dode vrouw hebt gefilmd. Mm. Wil je precies daar hebben. Dus je bent echt, ik, I don't know. Je bent, die belletje die ringde volgens mij nog niet bij hem. Of uh, ja. hij dacht niet aan de consequenties of zo. <laughs> nee, inderdaad. Maar een, een leuk feitje is trouwens. Um, uh, een, uh, een dochter van een collega van mij. Oh thanks man, my God. God, Daar mijn, mijn oor. oor. Ja, mijn oor ook. Freaking idiot. Freak you, man. Ja, yeah, freak <laughs> you, man. Oké, okay, maar in ieder geval. Um, uh, ik heb uh, uh, een collega en een dochter van mijn collega. <laughs> ik dacht die... dat je het Ik heb een dochter. Ik zou Nee, nee, nee. nee, nee. Zo was ik niet gegaan. Oké. Okay. was ik hoop het niet. <laughs> um, maar die werkt bij Rumach. Oh, echt? Ja. De dochter? De dochter I, uh... van een collega van mij. Oké. Okay. Dat is sick. Maar waar wil je daarmee mee gaan? Zij worden er dus nu ook mee geassocieerd. Oh, Want heel Rumach wordt er mee geassocieerd. Ja, Kijk, dat al is het waar. alleen één guy, dus alleen die René-guy. Heet hij eigenlijk wel René? Ik weet... weet ik veel. Er staat R-E-N-E. -E. Wat? Ah, whatever. Okay. Ik weet het niet. Ik ken, maar, ik, weet, maar, ik, ik ken hem ook niet. Dus. Maar moet je nagaan dat um, één, één persoon kan... Echt gewoon je een heel bedrijf verzieken. Dus ja, als je, als, je, als je die verantwoordelijkheid hebt. neem het dan serieus. Neem het gewoon echt dood serieus. En dat is natuurlijk niet de eerste keer bijvoorbeeld. Nee, is, nee. nee dat is niet de eerste keer. Nee, nee dat klopt. Dus ja, iets met racistische. whatever, of ze hadden iets verkeerds gedaan of zo, dat ze ook moesten fixen. Toch? Zoiets. Ik weet. Oh, kan jij bijhalen mooi. wat hij voor het eerst had gedaan? Dat weet hij ik niet. Hij was in ieder geval op het nieuws geweest. Ja. Dit zou waarschijnlijk ook op het nieuws komen? Dat zou inderdaad misschien. Nou, nah, misschien. Er is een grote kans dat het okay. op het nieuws komt. Ik hoor nooit echt veel over Aziaten op het uh, tv. Nee, ja. omdat wij gewoon. Wij zijn gewoon fucking chill. <laughs> Aziaten zijn gewoon fucking chill. We zijn, ten eerste, we spreken de taal goed. Ja. Beide talen. Deze generatie... Uh, ben nou. <laughs> Kijk, ja, gewoon helemaal naar een toe. Nee, maar ik ken, ik ken ook genoeg uh, mensen die bijvoorbeeld uh, al, weet ik veel, 30 jaar hier wonen... nog steeds niet echt zo goed Nederlands kunnen. Nee, maar Oké, okay, maar dan werken ze in ieder geval hard. Ze werken in ieder geval wel hard. Zorg gewoon geen problemen. <laughs> nee. Ja, ja, nou ja, ik ken ik er ken wel een paar, maar... Maar ze zijn gewoon zo'n low-key. Nou ja, goed. Um, don't shame us, man. Wij doen ons best hier al. Hardewerkers. Ja, ja. Oké, okay, dat is uh, 24 minuten aan fucking rumach. Wow, uh, Wauw, ja, dat kan ook echt eindeloos. Oh. Ja, maar ook gewoon dat hele gedoe over gewoon racisme... en weet je wat dat gedoe... Dat, daar, daar kan je echt eindeloos over doorgaan. Vooral voor de Aziatische community. Sowieso iedereen is sowieso wel één keer... Oh, dit hè. Ik weet niet of jullie dit ooit hebben meegemaakt. Maar gewoon iedereen wordt wel eens uitgescholden, toch? Jing Chong, uh, Chinees, uh, ja. Lumpia roller, uh, whatever. Ja. Iedereen wordt wel een keer dat naar zijn hoofd gegooid. Maar heb je, het is mij gewoon opgevallen dat als ik zeg maar, de is de bijvoorbeeld zeg maar iemand die dan geadopteerd is, dus Aziatisch, maar is geadopteerd mm -hmm. door een uh, Nederlands koppel dan, ja. die worden dan weer niet gepakt. En dat is mij opgevallen, maar ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is. Er zal vast wel een paar tussen zitten dat het wel gebeurt. Maar mm -hmm. wat mij is opgevallen van waar ik, wat, wat ik heb ervaard of wat ik heb gezien en zo, is dat ik wel gewoon gauw soort van ah, kut Chinees of ga terug naar eigen land, whatever. Maar die een andere, dat andere kindje die dus geadopteerd is, die wordt dan, daar, daar, daar zegt ze niks over. Mm. Ik weet niet of je het ooit hebt, maar dat, dat gebeurt. Dat, dat, ik weet niet, ik zie daar iets wat niet klopt. Ik ken, ik ken een paar Aziaten die geadopteerd zijn. Um, en, niet, um, en niet, ja, ik heb, ze, ik, heb, ik, heb, ik heb ze er nooit over gevraagd over of ze er überhaupt... Uh, uh, mee ge als, of, uh, mee geconfronteerd werden met uh, racistische opmerkingen. Maar ja, ik denk in de eerste instantie. Wie niet? Nou, ja, kijk, iedereen heeft het ermee te maken. Ja, dat sowieso. Maar het is gewoon bijvoorbeeld net als dat ik da het daarover had met de vriend van mijn moeder dan. Hij is dan dus uh, Koreaans, Zuid-Koreaans, uh, geadopteerd. Mm -hmm. En uh, hij zei: Oh, nou, ik, ik word nooit. Uh, nee, dat is voor mij niet. Uh, <laughs> ik heb niet gehoord hoor. Ze hebben mij niet uh, Chinees genoemd of zo. Dus ik zat echt zo van. Nou, mij wel. En als er iemand in de buurt is die dan geadopteerd heeft, die werd niks. Uh, zei die, nou, ik had, uh, ik had wel een. Uh, oké. Okay. Maar hij zit ook in een hele andere generatie dan ja, wij. Ja, ook. Maar hij zat. Hij heeft dan dus bijvoorbeeld wel iemand die. Ook, die bijvoorbeeld Chinees of Aziatisch was, maar die mm. werd dus dan wel gepest. Ja, hij, hij wel, maar ik heb niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. Uh, ze hebben het mij niet verteld. Nou ja, ik denk eerder. Uit... Het is ook een bepaalde uitstraling dat je hebt. Ja, het is ook meer met kinderen bijvoorbeeld van. oké, okay, ik zie jou. Je, mm. hebt twee je, hebt, je hebt een Aziatische ouders. En ik zie jou, maar je hebt Nederlandse ouders. Ik weet niet. Maar ik dat denk. Maar zie je toch niet aan een geadopteerd kindje dat die geadopteerd is? Nee, maar het is wel zeg maar je zit met een. met iemand acht jaar in de klas of zo, op de basisschool. Ja. Dus dat is wel iets van. Vanaf, wat je vanaf het begin al eigenlijk weet. Wie, bij wie hoort bij welk. Ik weet niet. Ik heb zo'n low het gevoel. dat. Uh, de Aziatische kinderen die dus Aziatische ouders hebben. Ja. zeg maar. dat die gewoon makkelijker of gewoon vaker worden gepest dan dat. Geadopteerde kinderen worden gepest. En dat is niet, ik wil niet alles over één kam scheren, mm -hmm. maar dat is wel, wel hoe ik het zie. Of nou ja, hoe ik het heb. Ik heb nog, ik heb nog niet meegemaakt dat iemand uh, die dan geadopteerd is door Nederlandse ouders van Aziatische afkomst, dan hè, dat ze dan uh, dat naar hun hoofd uh, gegooid krijgen. Mm -hmm. Of uh, je weet wel, uitgevoerd wordt gescholden of zo. Dat heb ik nog niet meegemaakt hier in ieder geval. Mm, ik kan er niet te veel over ik kan er niet te veel over kwijt omdat ik daar geen ervaring bij heb. Ja, misschien. Oké. Ik denk meerdere mensen wel. Maar als jullie bijvoorbeeld. Nou, ik heb laatst samen met Chi. zijn we naar een stad toegegaan. En toen werden wij, zeg maar, min of meer uitgescholden met Cheng Chang Chong. Ja, maar. terwijl hij op de fiets is, ja, ja. Ik ga er meestal op in. Want ik zeg gewoon keihard. Uh, nou ja, als, als, je, als je voor mijn feest staat. dan zeg ik je moet gewoon je bek houden. anders ram ik die dicht. Mm -hmm. zo, zo, zo ga ik wel met mensen om. Want kijk, als je mij uh, um, respectloos gaat behandelen. dan doe ik het gewoon terug. Dan doe ik gewoon keihard terug. En heel veel Aziaten doen dat niet. Maar wat doen jullie? Zoals ik al had gezegd. ik negeer ze gewoon. Wat voor nut heeft dat eigenlijk dan? Ik... Makkelijk doelwit. Nou ja. Om weer terug op te komen, ik zie dat niet als een makkelijk doelwit. Maar als in van ik ga daar niet mijn energie aan besteden. Kijk, tenzij ze me aanraken, weet je wel. Kijk, dan raak ik jou ook aan. Dan vraag je, vraag je, je om. erom. Maar zeg maar, ik werd ook bijvoorbeeld vroeger werd wel gepest. En dan uiteindelijk ik heb het gewoon laten gaan. Ik heb het genegeerd. Maar op een gegeven moment dan zit het hier. Kijk, als iemand bijvoorbeeld nu, ik loop naar buiten en iemand zegt dat tegen mij, dan loop ik gewoon naar mijn auto en ik. Ik laat het van me af en mm. ik rij in de huis en ik, heb, ik zit er niet mee, weet je wel. Mm. En dat is denk ik voor mij iets, uh, dat is voor mij misschien een fijner, ja, gewoon om het gewoon los te laten. Als ik de hele tijd, de hele avond mee ga zitten omdat hij mij een Chinees heeft genoemd of uh, of loempia Roll of whatever mm. en zo. En daar ga ik me druk over maken. Ja, waar, waar is het voor nodig? Oké, okay, misschien. En dat, is we... niet, en dat is niet een makkelijk doelwit, want ik ben een makkelijk doelwit als ik ga reageren en nog steeds. Voel ik me gekwetst. Snap je wat ik bedoel? Dan mm -hmm. ben ik een makkelijk doelwit. Nee, misschien moet ik mezelf even verduidelijken. Want ik, uh, als ik dat eenmaal gezegd heb en hij uh, gaat dan weg, dan, zit ik, dan is mijn dag niet vergaald Het is meer in de, in de zin van, ik, ik neem het op voor de Aziaten. Dat ik denk van, oké, okay, dan heb ik die guy in ieder geval opgevoed. Van, dat moet je gewoon niet doen, weet je. Gewoon in andere woorden. Stop met die onrein. Ja. Want je bent mij niet tegengekomen. En ik zal je dan niet slaan. Maar bij wijze van spreken, al kom je... Uh, een Aziatische, een Vietnamese vriend van mij... die guy is wel um, Loki-agressief. Die kan Loki-agressief zijn. Die slaat je wel op je bek. dan is het gewoon klaar. Ja, nee, bij dan mij... is het voor jou te laat. Ja, maar bij mij is dat meer zo van... als ze die grens hebben... Oh, als, als ze over de grens zijn gegaan. Mm -hmm. Weet je, zoals als ik dus net zei... Dus zeg maar, dat ik dus gepest werd dan op de middelbare school. En nou ja, dan krijg je dus dat al die woorden naar je hoofd gegooid. Mm -hmm. En op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee. Ondanks dat ik het heb genegeerd. Mm -hmm. Maar het is omdat het steeds terugkwam... door dezelfde mensen... Mm -hmm op dezelfde dag, meerdere keren... dat ik echt dacht van, ja... hou je bek gewoon. <laughs> Shut the fuck up, weet je wel. <laughs> en ik had natuurlijk wel een, een paar klasgenoten... maar dat waren echt gewoon meiden... die eigenlijk het liefst niet mee willen bemoeien. Snap ik bedoeld? Dus die kwamen niet echt voor mij op. Huh? Dus ja, nee. Ik had dus zeg maar twee meiden... of drie meiden waar ik mee omging. Maar die... Dat waren soort van nette meiden of zo. En die mm -hmm. bleven gewoon op achtergrond. En die, zei, nou, die liet het gewoon maar gewoon gebeuren in principe. Of nou, die zeggen misschien wel tegen mij van het is niet oké. Okay. Mm -hmm. Maar uiteindelijk doen ze er niet veel aan. Ik ben wel degene die op een gegeven moment zei van... Ja, ik heb alles van mijn oom geleerd. Als een groep jou pest of uh, jou gaat uitdagen, whatever. Pak degene die die hele groep leidt. Weet je wel? Juist dan. Pak ik, de sterkste. Dus ik zei ze van... Ik wist zijn naam, die ik dus nu niet ga zeggen. Nee. Maar ik zei zo van... Yo, jij... Hier komen. Oké, okay, we geven haar een naam. Haar. Ja. Hem. Het zijn jongens, waarom allemaal jongens. Oké, okay, um, uh, hij heet Piet. Ja, hij ja, heet Piet. Bob. Bob. Nee, Bob is leuker. Oké, okay, Bob. Bob. Oké, okay, Bob. Bob. Hier komen. Zeiden: ja, waarom? Ik, zeg, ik weet, dat, ik weet, ik weet dat jij dat net zei. Dus je, je, komt hier en dan ga je met me praten. En toen kwam die aanlopen, zo van, oké, okay, wat wil je nu doen? Wat, wat, wat dan? Wat? Wat? Ik zo van, nou. Ik zeg wat? Ik zeg, uh, je gaat me dus uitschelden voor dit en dit en dit en dit. Ik zeg, hou je bek gewoon. Waarom? Ik heb jou niks misdaan. Weet je wel, wat de fuck ga je mee. Uh, dat, nou oké, okay, ik heb hem wel wat misdaan. Niet, niet hem, maar een van die andere jongens. Ja. Is, ik was er klaar mee, want iemand ging, zeg maar, ik liep de trap op en hij trok aan mijn rugtas naar beneden. Mm -hmm. Dat ik naar achteren zou vallen. Mm -hmm. Maar ik hield me nog soort van vast. En toen keek ik achter me om en hij dook net soort van weg, maar ja. Alsof ik dat niet heb gezien. Dat is fucking weak. Dus ik ging naar boven lopen en ik stond gewoon achter de kluisjes, weet je wel, achter dat ding, zodat hij me niet zou zien. En toen kwam hij langslopen en ik denk dat ik hem echt gewoon zo even volop heb gepakt, gewoon bij de kaart tegen, tegen de kluis aan. Ik zeg, blijf van mijn fucking rugtas af, weet je wel. Ja. En toen daarna uh, heb, zagen ze dus mijn reactie. En daardoor denk, denk ik dat ze mij juist meer hebben... Bang eigenlijk, hè? Of ja ze probeerde te intimideren. Ja, dus dat. Dus uiteindelijk ging Didn't ze... Work. Nee. En ze gingen uiteindelijk weer mij soort van uitdagen, uitschelden. En toen uiteindelijk zei ik van, oké, okay, nou, Bob komt hier naar voren, weet je wel. En toen zei ik van, jij ja, ging me voor dit en dit en dat. Ik zei, wat heb ik jou misdaan? Ik heb je me niks gedaan. Ik zei, ga je toch ook niet uitschelden voor whatever. Ik zei hij, ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zag ik zie jou vanzelf daarop. Ik, je doet dat al de hele dag, weet je wel. Ik zeg, uh, en zij dan, ja, uh, wat wil je gaan doen dan? En dan begon hij me wel uit te schelden ja. Voor mijn neus. Terwijl ik zei dat ik het echt niet doop vond. Wow, dat, dat, dat is dan wel en weer dan, stoer hem. En dan denk ik echt zo van, oh, stoer, dus hij had ballen om dat. Nee, dat moet je toegeven, hij had ballen om het in je gezicht te zeggen. Ik heb liever dat iemand het in mijn gezicht zegt. Nee, maar hij zegt het ten dat... eerste de hele tijd achter mijn rug om. Maar omdat ik het geen aandacht gaf. Ja. En toen zei ik van, ja, kom je naar voren. En op een ja. gegeven moment ging hij me wel in mijn gezicht. Ja. Nou, dan kom ik ook op jou. Nee, maar dat, dat, dat is... Wow, dat, dat komt heel erg uh, op, op hetzelfde verhaal in van wat ik heb meegemaakt. Wat dan? Op de middelbare school. Precies hetzelfde op de middelbare school. Nee, het was gewoon van... Ik zag toch al dat het niet, niet dood was. En dat hij gewoon eigenlijk in principe een soort... Gewoon zijn bek moet houden en moet ophouden ermee. Want het is gewoon niet cool. En hij dan alsnog zo door. En dan gaat hij me uitdagen. Maar ja, je gereur, gaf hem nu ieder geval nog een tweede kans. Ik gaf hem een tweede kans. Juist. Om, om hem niet te... Ik bedoel, je houdt nu op je gaat neer, <laughs> dus uiteindelijk ja, hij hield niet op, dus hij ging neer. Dus ik had hem toen geslagen en toen werd ik geschorst omdat ik hem had geslagen. Wat, weet je geschorst? Ik werd geschorst. Oh, dat is Alle twee, er stond ook gewoon een docent daar in de buurt, weet je wel? Dus de, dat zogenaamde gevecht duurde niet lang, yeah. maar um, werden allebei naar de, weet het zo'n, uh, niet de decaan, maar weet het ook weer, teamleider, ja teamleider, mm -hmm. Word je dus daar naartoe gestuurd. Ja, yeah, uh, Ivy allebei naar tien uh, teamleider toe. Ik zo... <coughs> oh, zo yeah. vroeg, wow. Ik zo... Ik zo... Oké, okay. dus ik kom daar. Ik ging gewoon mond houden. Ik liet hem gewoon praten. Ja. Yeah. En toen daarna zei hij zo van... Ja, maar we hebben camerabeelden... dat jij de eerste klap uitgaf. Ga ik zeg gaan, ja, maar... Uh... Ik zat echt zo van... Ja, maar hij heeft een andere soort... Eerst... Oeh, fok. Hij heeft een andere soort... eerste klap uitgegeven. Mm -hmm. Dus... In principe, weet je wel, hij heeft mij uitgedaagd, hij heeft me gepest. Hij, hij moet blij, zeg maar, jullie moeten blij wezen dat ik niet een persoon ben die in een hoek gaat zitten janken omdat ik word gepest. Weet je wel? Verbally abuse is net zo erg als physically abusing. Ja, nou ja, in ieder geval, ik, was, ik had toch wel een beetje thicker skin daarin, dus ja. hij had mij niet te pakken mm. en dus daarom ging ik er ook op hem in en tot de vuist, zeg maar. Dus uiteindelijk. Koer is daarvoor, dat vind ik, daar heb ik echt respect voor. Nee, nee ik maar, je. Ja, nee, ik, ik zat er gewoon niet mee, want ik, uh, weet je, dus ik vond het gewoon kut dat de school eigenlijk in principe helemaal niet zoveel aan heeft gedaan aan pesterij. Gewoon, ze hebben mij geschorst. Mm -hmm. Hem misschien na school laten nablijven en misschien dingen vegen en zo. Maar ze hebben hem niet um, geleerd dat het echt niet oké okay is om mensen te pesten. Mm -hmm. En dat is wat ik bedoel met die hele fucking schoolsysteem... is dat ze dat niet aanpakken, want pesterij is er nog steeds. Ja. En dat is niet alleen middelbare school... maar dat is vanaf je basisschool tot aan de mbo, tot hbo, whatever. Overal. Het is zit. gewoon, de straf is gewoon vrij licht. Heel licht. En de, daardoor gaan ze herhalen. Maar degene die soort van de slachtoffer is, weet je wel... Ja. die wordt dan geschorst. Ja, dat is, dat is fucking... Dat, 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 dat klopt niet. Nee, dat klopt, nee, dat klopt zeker niet. weten niet. Het is omdat de leraren of diegene die begeleid eigenlijk, die yeah. hebben gewoon niet het compleet beeld hoe die situatie runt. Nee, maar toch, ik had het uitgelegd en mm -hmm. dan alsnog werd ik gewoon geschorst. Mm -hmm. Dat ik echt dacht van, nou, ik had het thuis uitgelegd en mijn moeder... Ja, dus dan... Mijn moeder die zegt altijd eigenlijk van, uh, nee, jij moet de uh, eerste klap geven, je moet ervoor zorgen dat ze jou niet aanraken. Ja, dat, is, dat is wel ja. goed gewoon hoor. Je ja, verdedigt het... jezelf. Ja, maar ze zeggen altijd als iemand jou een klap geeft, mag je tien keer zo teruggeven. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja, maar gewoon voor jezelf opkomen, maar het feit dat ik zei, ja, maar ik ben vandaag geschorst. Zij zei: ze, Wat? Yeah, <laughs> yeah. ze werd boos. <laughs> Oké, okay. okay, de tafel jij, meteen omgedraaid. Eigenlijk. Omdat jij werd gepest, weet je wel. Ik zeg: Wat is dit? <laughs> nou, het grappige is: um, uh, Chi en ik hebben. Uh, wij gaan way back. Mm. Um, we hebben op dezelfde middelbare school gezeten, maar we waren toen geen vrienden. Uh, het begon eerst. Um, uh, ik kende Chi niet, hij kende mij niet. Ik vond hem eerst een vage dude. Laten we zeggen, yes. ik mocht hem niet. Kijk eens aan. Dat, ja, nu, nu weet je het verhaal. Die wist het al lang al. Maar in ieder geval, we hebben op dezelfde middelbare school gezeten. En op de middelbare schoolperiode heb ik iets meegemaakt... wat heel erg overeenkomt met wat jij meegemaakt um, Er was zo'n guy die altijd uh, um, ja, sowieso stoerde. Hij was echt de bully van, van school. Mm -hmm. En ik weet, ik, ik, weet, ik weet zijn naam ook niet meer. En um, als je het kijkt... Sorry, man. Uh, maar hij deed, uh, ook, uh, uh, hij deed sowieso stoer. Altijd uh, 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 ja, de, de, de zwakkere kinderen aanpakken. Dus de brugklassers. En op een gegeven moment zag je mij. Maar ik ben niet een tall dude. Ik ben echt geen. Ik ben misschien iets groter dan average. Maar voor de Nederlanders ben ik gewoon small and a little short bit is. short ass. Maar hij, zei, hij, hij gaf dus een racistische opmerking. Moet je nagaan. Ik weet het niet meer. Dus ik liep zo naar hem toe, maar we stonden toen bij de kluisjes. Bij, uh, ja, gewoon bij een. Er ja, waren meerdere kluizen. Uh, kluisje man? nummer 105. Ja. <laughs> ja, ja, maar we zaten volgens mij in een van de bovenste verdiepingen waar het rustig was. Dus ik vond het al raar dat hij het deed waar, waar niemand bij was, zodat hij stoel kon Dus hij was gewoon een fucking bully. Kijk, dat, was, dat is de definitie van lafaard eigenlijk, hè? Nee, juist niet. Hij had juist de ballen om het te doen waar niemand bij zat. Dus hij meende het. Het is niet om stoel te doen. Nee? Nee. Dus op dat moment liep ik naar hem toe. En ik zeg, zeg dat eens nog een keer. En toen zei hij dat. Toen geef ik hem zeg, zeg maar, bij zijn kraag, bij zijn nek. Toen gaf ik hem een, een duw tegen, 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 tegen de kluis aan. En ik echt gewoon echt knal, jongen. En ik zeg het zeg, nu nog eens. En toen zei hij niks meer. Toen zei ik, dacht ik al. Toen liep ik weg. Dat, dat is de enige beef dat ik vroeger had op de middelbare school. En voor de rest heb ik nooit beef gehad. Ik zie gelijk echt, je loopt weg met een uh, outro nummer. <laughs> Uh, Snoop Dogg. Ah, ja. oh, en maar Zo ga ik dus met racisme om. Ik ga er gewoon, het is gewoon uh, kwaad Aanpakken. met kwaad bestrijden. Ja, mijn moeder zei ook altijd: van als, het, uh, als ze niet willen luisteren, moeten ze voelen. Ik, ik ben het helemaal met je moeder eens, maar dat gaat, allemaal, dat gaat sowieso makkelijk. heeft <laughs> iets, uh, moeder en ik gaan heel goed met de om. Dus uh, vandaar dat we altijd wel snel op één lijn zitten. Mm. Soms niet, maar dat heeft iedereen wel. Very interesting. <laughs> dat je heel goed bij mijn moeder uh, altijd op één lijn zit. Hoezo? Uh, Hoezo dat? Nou, het is gewoon echt zo van, ja, nah, weet niet, man. Ik hou van mensen die, die, die goed praten. En Je moeder is een hele goede prater. Ja, maar niet een goede luisteraar. Nee? Nee. nee dat, ja. Heb je dat ooit gemerkt? Je kan goed praten met haar, maar wat jij haar vertelt, dat mm -hmm. zal dan, uh, dan is het zeg maar, oh, oké. Okay. Maar dat is letterlijk gewoon van: ik heb alles gehoord van wat je net zei, maar nu ik maar zeg, nu komt wat ik denk en dat van jou nou vergeet ik nu. Huh, dat is me nooit opgevallen. Dat, dat is mij nog nooit opgevallen. Ja. Ik je ga moet, de, de keer je, je op moet meer mensen analyseren hoe ze praten en zo. Maar heeft ze dat ook bij mij? Want ik, dat, gevo dat gevoel had ik niet. Niet dat ik het weet, maar dat is in ieder geval uh, ja, iets wat ik gewend ben. <laughs> ja, dus ja. Ja, Chi. En jij nog? En mij nog? Met wat? Racisme. Racisme eigenlijk, mee, Ja, he? Maar ik moet zeggen, Chi, jij hebt echt discipline. Ja, het is gewoon vanwege kung fu eigenlijk, hè? Ja, ik heb toch ook kung fu gedaan? Ja, vroeger was ik ook een vrij... Uh, nee, dat was toen... dat ik elf jaar oud was. Want toen werd ik helemaal... Oké, okay, nu ben ik gewoon zat. Wat had ik gewoon gevecht met een jongen. Ja. Maar sindsdien was ik er gewoon helemaal uh, me geslagen mee. Dus... Wat? Zat, Wat was je? Ik was gewoon echt geslagen mee. Ik was verloren. Met een oh, je was in elkaar geslagen? Ja. Oké. Okay. Dus sindsdien zat ik gewoon echt naar. Ik zat gewoon kung fu aan. Gedaan. Mm -hmm. Dus en daar, daar leer ik gewoon meer hoe je moet zelf verdedigen. Mm -hmm. En sinds na tien jaar is er veel meer gebeurd hoor. Echt niet meer. Nee. Maar het was ook wel goed. Ja, daar toon je ook discipline aan. Maar als mensen die. Voor mij blijven steeds. Uh, beledigen. Ik blijf hem kalmeren. Het heeft toch geen zin. Waar wil je naartoe gaan met die Ja, lijken? dat is wel waar. Maar voor sommige mensen kunnen dat heel opgefokte, zo van, ja, weet je wel, omdat je niks doet. Mm -hmm. dan, dan krijgen ze geen reactie van jou. Dus dan, en dan willen ze je toch gaan slaan. <laughs> dus hun prooi altijd om naar de zwakke mensen eigenlijk, hè? Ja, ja. Ja. Haal het bloed onder je nagels vandaan. Nou, dat ja. willen ze. Totdat ze bloed zien, dan zijn ze pas tevreden. Ja. Maar je laat het gewoon niet zien. Maar ja, ja, of ze blijven doorgaan. En ik vind eerder um, um, wat, wat Ivy deed op de middelbare school. en wat ik dan. nou ja, regelmatig niet. maar als ik, als ik het tegenkom, dan doe ik het nog steeds. Het is gewoon puur opvoeden. Het zijn hmm. gewoon mensen die wat lager in, in, in de maatschappij staan. die wat lager, lager niveau hebben. die moeten gewoon ge, uh, ja, opgeleid worden met. wat jij doet, is niet oké. Okay. Of meer zwaardige ja. straf zijn eigenlijk, hè? Ja, dat. Maar het is niet meer van. Dat ik ze opvoed is meer van. Het, het ligt er ook aan wat de situatie is. Als het gewoon iemand is die even langs rijdt en die zegt van: hé, hey, uh, dit en dat. Dan denk ik echt van: oh, pff, fiets even lekker verder. Weet je wel? Dat is het meer. En als, als er echt mensen zijn die echt. soort van ze zijn gericht op mij. Weet je wel? Mm -hmm. Al die woorden. Uh, zeg maar alles aan het. Mm, 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 ingooien en zo. <laughs> weet je wel? Ze, ze zijn gericht op mij. Ze hebben het op mij gemunt of zo. Ja. Weet je wel? Als, dat, als ik merk dat dat zo is. Dan ben ik echt zo van de harde aanpak. Snap wat ik bedoel. Ja. Natuurlijk, wel in stappen van: oké, okay, weet je ik laat gaan. Maar wordt het erger, dan ga ik, jou, ga ik je vertellen dat ik het gewoon niet oké okay vind. Als je het dan nog doet. Ah, sorry, man, dan krijg je gewoon een klap. Ja, dan moest je het maar voelen. Weet je wel? Want je mm -hmm. wilt niet luisteren. Je begrijpt het ook niet. Dus je gaat het voelen. En weet je, ik heb dat ook um, uh, op een gegeven moment natuurlijk als je ouder wordt. Ja, ik heb bijvoorbeeld MBO, werd ik, uh, ik liep altijd alleen. En dat is omdat ik op een school zat dat ik. Dat mensen, niet, de, mensen hadden niet dezelfde interesse als ik. Dus ik had het gevoel dat ik altijd een soort van een outsider was. Dus ik liep altijd alleen. Ik eet altijd alleen. Heel soms met klasgenoten. Maar merendeels loop ik alleen. En soms meng ik me bij een groep, soms niet. Weet je wel. Maar vaak, meestal zit ik altijd in de aula. Alleen op mijn laptop. Zit ik maar gewoon te skypen met uh, mensen die dan niet in Alphen wonen, maar dat, waar ik wel mee bevriend ben en zo, weet je wel. Mm -hmm. En dan merk ik gewoon dat een hele groep jongens. En dat en dat zijn, waren het eens buitenlanders of want, weet je wel. Dat zijn white guys. Dat waren gewoon white guys. Jeez. En ze gingen gewoon, zeg maar, terwijl ik aan het skype was, gingen ze achter me staan. En die gingen een soort van belachelijk maken dat ik een videogesprek had met iemand anders. Ja. Ik weet niet, ik voelde me een soort van uh, niet gekwetst of zo, maar ik, ik vond het irritant. Weet je wel? Ik werd van, belachelijk gemaakt. Nee, ik werd een beetje belachelijk gemaakt, inderdaad. Dus ze ja. gingen achter mij staan. Maar het, het hele gekke ervan is, is van die hele groep, zeg maar. Die jongens die lopen door school met een uniform. Oké, okay, ik zeg het gewoon. Je uh, weet gewoon van uh, uh, ga je van die pakken in de militaire, dat gedoe, hoe heet dat? Uh? Ja, gewoon de marine of de marine yeah. of de luchtmacht. Landmacht. Ja, zoiets. We, de, de, defensie de, de, de fancy of zo, ja. ja. Dus uh, ze lopen allemaal in die pakken en dan denk ik zeg, dat ze helemaal tof zijn of zo. Ja, ah, dan heb je echt verkeerde man. Maar wacht eens even. Je zit in, je zit in defensie en je bent zo oppervlakkig gaan denken. Wordt, word je dan niet beter opgeleid bij, op Defensie? Dat je dan denkt van, ja, weet je... Voor hetzelfde geld word je uitgezonden in fucking China. Dan heb je overal te maken met ching-chong-chongs. Ja, maar ik, ja denk, ik, op nee, maar ik denk niet dat het was omdat ik Aziatisch was. Maar om, ja. gewoon omdat ik alleen zat. En zat te chatten En ik had oordopjes in en ik was gewoon aan het praten. Ja. Het ging gewoon om het feit van wat ik aan het doen was. Niet om wie ik ben. Dat, dat gevoel had ik in ieder geval niet. oké okay. Snap ik bedoel ja, Dus het nee. was meer van ze waren echt gewoon mij belachelijk aan het maken. En dat maakt echt niet uit hoe ook eruit zie of zo, maar gewoon het feit dat ik alleen was, dus makkelijke prooi, ja. denken ze door met een hele groep naar mij toe te komen. En dan ik vond het zo raar, want die hele groep, ik ken die guy, zeg maar, ik ken één guy die daar dus ook, maar hij deed daar niet aan mee. Mm -hmm. Maar ik keek hem wel zo aan en ik dacht van, ga je niet vertellen dat die dat ze moeten oprotten nu, want anders zeg ik het, weet je wel? Juist. Als een van je weet wat ik ga doen, je gaat nu vertellen dat ze weg moeten en uiteindelijk zei ze, hij niks van ja. Weet je, hij zat zo van. Ik meng me er niet mee. Ja, zoiets, toch echt van. Oké. Okay. Maar loki, als je bij die guy staat, dan, dan, dan meng je jezelf erbij, toch? Nee, maar hij zat gewoon aan tafel van de rest gingen opstaan en bij mij. Bij achter, achter mij staan en uh, weet ik veel rare dingen doen en mij belachelijk zitten maken, weet je wel. Wow. En op een gegeven moment denk ik gewoon, ik zeg zo, wacht, ik ben zo terug, doe dat ding dicht. Ik kijk zo achter, ik zeg, jullie gaan nu op Ik zeg of ik doe jullie wat aan, weet je wel. Ik zeg, het boeit me echt niet wat je aan het doen bent. Of in wat voor pak je loopt en zo. Ja. Je gaat nu oprotten. <laughs> en toen daarna, toen pas ging die guy zeg maar dus kijken. Die zei van, yo, get the fuck out of there. <laughs> Ga weg. <laughs> <laughs> ik zeg, het ma maakt, dit is misschien, ja, ik heb niet, die angst heb ik niet of zo. Voor Zoveel. het maakt me niet uit. Als je mij belacht, dan, dan vertel ik gewoon dat je op moet rotten. Weet je wel, gewoon zo op die manier. Omdat ze, mm -hmm. ze, gingen, ze hebben het op mij gemunt hè, nee, weet je, echt, eh, maar al was het gewoon eventjes één keer wat zeggen van, ah, ik laat het gaan, maar dit, kom op man, en je ja gaat met een hele fucking groep achter, en een chick staat die aan het videochat is, en dan uiteindelijk um, een beetje dom loopt hij toen van, oh, we oh, wie ben je aan het praten, oh, dat ken van, ik ook, uh, ik zeg, ah, wel rot op man, jezus. Dat is, dat, als, als dat zo is, um, kinderachtig. Um, het is gewoon heel kinderachtig. Heel kinderachtig. La, laat iemand gewoon zijn ding doen, weet je, het is niet ja, hem loon. Maar dat um, heb ik jullie... Um, jij weet het in ieder geval wel. Maar had ik je laatst verteld dat ik laatst uh, bedreigd werd voor mijn winkel? Oh, die heer. Ja ja, nou ja, ja, ja. ja. Vol, zoiets, ja. Ik, uh, mijn brein werkt niet zo goed de laatste tijd. Dus, maar je hebt me wel zoiets verteld, inderdaad. Oké. Okay. Maar dat is nog niet op de podcast geweest. Dus ik ga jullie er weer mee vervelen. Maar um, ik was... Uh, ik, ik werk in een, in een winkel. Zeg niet wat. Ehm um, <laughs> um, nou, ik, stond, uh, ik stond toen uh, in mijn uppie en uh, ik ging naar buiten om even een sigaretje te roken. Mag. Ik heb het overlegd met mijn leidinggevende. Die zegt, ja prima joh, als je niks te doen hebt uh, en je wil even roken, dan mag je gewoon roken. Ja, dat mag. Dus dat, uh, dat in ieder geval uh, duidelijk gemaakt. Als mijn real manager kijkt, <laughs> sorry, mag. <laughs> maar um, ik stond dus voor de winkel en ik ging een sigaretje aansteken. En er kwam uh, dus een guy aan. En dan ga ik hem nu nadoen, hè. Ja, mm -hmm. uh, yeah, uh, yeah, broeder, uh, kom, uh, kom dan uh, met, met een sigaret dan. Dus ik zeg, uh, sorry, uh, kan ik je ergens mee helpen? Dus ik begreep op, 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 op het begin niet waar het over ging, weet je. Hè? Yeah. Dus ik dacht even, meent hij dat nou? Maakt hij nou een grap of zo? <laughs> dus hij zegt, uh, uh, je hebt helemaal gehoord, hebt gehoord uh, paas me een sigaret. Dus ik zeg, uh, oké. Okay. Ten eerste, ik paas je helemaal niks. En ten tweede, het gesprek is over. Mm -hmm. En hij zei van, ja, doe niet zo gierig, man, ik weet dat je hebt. Uh, loop even naar binnen en pak gewoon een sigaret. Dus ik zeg van, heb ik, heb, moet ik het nog een keer zeggen? Ik ga niks voor je pakken. Mm -hmm. En je gaat nu gewoon lekker uh, je eigen sigaret halen. Ja, ik betaal je gewoon 2 euro. Ik zeg van, ik hoef geen geld van jou. Dus op een gegeven moment um, uh, uh, had hij gewoon door dat ik hem niet, niks wilde geven. Dus ik begon hij zeg maar te dreigen met, uh, ja, ik, ik sla die fucking, uh, ja, ik sla die fucking bril van je koppen af en bla bla bla. Dus op dat moment dacht ik echt van. Oké, okay, um, bril af, dus dan kan je geen bril meer van mijn kop <laughs> afslaan. Um, en toen dacht ik echt van oké, okay, ik wacht nu op een eerste klap. Maar ja. hij was niet in zijn eentje. Hij was, hij was met de maat van hem. Mm -hmm. Dus op dat moment stond ik eigenlijk gewoon aan de grond genageld. Ik kan niks doen. Want als ik uh, als hij een uithaal bij mij gaat doen en ik ga hem terugslaan, dan heb ik die maat ook op me. Dus dan heb ik twee tegen één. Dan ga je nooit winnen. Dus op dat moment deed ik mijn bril af. En dus ik keek twee gasten aan: oké, okay, wie geeft die eerste slag? Weet je? Dus dan kan ik of ontwijken, of, uh, ja, of ontwijken, of, of eentje ontvangen. Dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt. Um, maar die maat die, zag dus dat, die maat die zag dus dat ik serieus werd. Mm. Maar wat ik dus niet verwachtte. is: hij keek me aan en hij hield die vriend van hem tegen. Hij zei van jouw uh, broer, doe rustig, doe rustig, doe rustig. Hé, hey, sorry man, sorry, sorry. Sorry dat hij zo doet. Dus ik zeg tegen hem. Ja, die vriend van jou ja, is een beetje een heet hoofd, denk je. Uh, waarom doet hij zo moeilijk over een sigaret? Ze zegt van: Ja, we gaan, we gaan gewoon naar de supermarkt. Weet je, sorry, broeder. We gaan we gewoon. Gaan, we gaan, we gaan, hey, peace out, brother. Of weet ik veel wat te zijn. Wauw, die is wel heel old school, man. Peace ja, out, brother. Ik, 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 kan, ik kan dat soort taal niet. Maar in ieder geval, op een gegeven moment liepen ze weg. Ja. En laten we zeggen, 20 meter verder, mm -hmm. begon hij nog wat naar me toe te schreeuwen. Van oh. 20 meter ver, Van 20 hè? meter ver. Dus ik zeg tegen hem: Nu durf je wel, hè? En uh, wat, zei, wat zei hij toen? Oh nee, hij, hij hoorde dus dat ik zei: van, Nu durf je wel. Hè? Dus hij gooide een fles water naar me toe. Maar hij gooit echt met een boog, waarvan je sowieso wist waar die terecht kwam. Ja, één en hij meter. kwam, te nee, hij kwam <laughs> tegen een bord aan van, 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 van het winkelcentrum. Ja. Waardoor het dus. Dat, dat, Ze wort was, was ridiculous. Ja. En het water dat ging overheen, behalve op mij. <laughs> maar ik ben die fucking idioot die dan nog gaat stoken. Dus op dat moment oh. zeg ik. Volgende keer moet je wel raakgooien. gooien. Je gooit dat fucking meisje. Toen werd hij boos, maar hij liep, hij liep gelukkig verder. Maar dan denk ik bij mezelf... Ik ben 28, maar moet ik dit nou serieus nog steeds meemaken? op, dit, op, op Jij gooit ook echt rustig gewoon ook gewoon <laughs> in het vuur. Maar oké. Okay. Nee, maar dat, dat moet ik afleren. Dat is dat, dat, ja, man, dat uh, Ik bedoel, want die guy, die, die vriend van hem, die heeft al sorry gezegd, weet je wel? Ja. En uh, dan zou ik echt denken van... Oké, okay, je vriend is gewoon heten of denk je dat je je onschuldigt voor hem. Mm. Dan. <laughs> niet met je, je gooit als een meisje. Ja, nou ja. Dan, dan breng ik terug ja. naar de middelbare school. Mm -hmm. <laughs> ja, man. Niet zo best dus. <laughs> nee, mijn, mijn middelbare schooltijd ja. was, was het beste tijd dat ik heb meegemaakt. Ik vond de basisschool wel leuk. De middelbare school vond ik minder leuk. Mm. En MBO ook niet. Ja, basisschool was. Het is omdat we heten dezelfde klas hebben. Mm -hmm. Voor acht, negen jaar lang of zo. <laughs> ja, dat is. Dus. En, en je weet wat je, wat je aan elkaar hebt. Is ja. wat ik bedoel? Ja. En daardoor weet je ook hoe je soort van ja, je weet wat je kan verwachten. En met wie om kan gaan en wie niet. En dus kijk, als je vanaf het begin een kut klas hebt, oké, okay, dat is best wel kut, weet je. Maar dan zit je acht jaar met een kut. Ja, dat is. Dus. Maar ja, dan, dan, dan zie ik ook wel vormen dat je dus ook van school gaat veranderen. Dus, ja. <laughs> ja, ik bleef gewoon op die school en ik vond mijn klas gewoon prima. Ja. We hadden gewoon natuurlijk Er zaten wel mensen tussen waarvan ik het even, even wat minder mee heb en, en de ene wat meer. Dus ja. Maar ik had wel. Een, uh, ik werd niet echt uh, vaak gepest op de basisschool. Alleen later, misschien in groep 8, één keer dat ik echt dacht: wat. Waar de fuck om deze vandaan? Waarom kom je na acht jaar? Kom je opeens met dit? Weet je wel. Nou, ja, misschien is er bal in het ballen net gedaald en voelt hij zich een beetje <laughs> alfa. ja, zo zijn jongens. Het waren Hoe denk jij jongens erover? inderdaad, ja. Zo zijn jongens eigenlijk mee, hè? Ja. Ja, dit is gewoon meer. Je zoekt echt op een probleem eigenlijk bij hoor. Ik dacht van la uh, laat maar. Maar ik ben zo'n type eigenlijk die gewoon, niet, die gewoon negeert. Ja. Dat is het eigenlijk. Bij, vanaf, vanaf de basisschool tot de uh, hogeschool, naar middelbare en college. Continu gepest worden. Elke klas komt gewoon steeds terug. Wat, bij jou? Ja. Echt? Ja, ik ben al mijn hele leven, van mijn jeugd al zo vaak gepest. Oh my god. Ja. Is er wat gebroken bij jou van binnen? Of heb je nu een soort van een... Nu? Is uh, meer... dikker skin uh, gekregen. Dikker skin gekregen, waarvan ik... I don't even care anymore. Uh -huh. Als je ook maar komt, ik dacht van... Breng maar op, hoor. Oké. Okay. Dus dat zit eigenlijk mee. Maar het komt wel door dat ik ben steeds harder geworden. Ja, oké. Okay, maar heb je wel... Ik bedoel... Uh, zeg maar... Um, heb, heb je wel echt een soort van een trauma of zo? Ik bedoel, want je hebt het heel lang heb je het meegemaakt. Ja, ik heb had wel. Er wel schade, was wel schade in mij geweest, eigenlijk oh, hoor. Door ja. dit soort dingen eigenlijk. Ik ben altijd, uh, mijn jeugd altijd vaak in mijn eentje. Ja, ja. ja. Ik voel heel erg eenzaam mee. Ook als zit ik in zo'n club bij, bij iemand, iets. Mm -hmm. Ik voel me nog steeds in mijn eentje gewoon in me. Ja, ja. ja. Ik, alsof ik voel, ik voel nooit dat ik bijhoor bij een groep. Ja. Yeah. Zo, zo is het. Heb je we ook wel eens zo'n gevoel gehad? Nee. Yeah. Ja, 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 ja. Yeah. Ik had wel op de basisschool wel vaak dat, als, uh, dat ik iets moest doen om erbij te horen, maar niet zo ver als in van hoe ik me moet kleden of, mm -hmm. of iets of zo. Maar het was meer van, ik weet niet, ik was altijd wel uh, een de meisje die altijd wel geld op zak had. Yeah. <laughs> weet je wel, dus als iemand zegt van, uh, ja, weet je wel, uh, kun je dit dan voor me betalen, Dan had ik eigenlijk geen moeite. Kijk heb. eens ik, aan. Omdat ik dacht dat, dat, dat ik dan daardoor vrienden kreeg. Weet je wel, dat is omdat ik erbij wil horen. Omdat ik me altijd, dus zeg maar, dus een soort van ja, ik weet niet. Ik had geen. Uh, Laten we zeggen dat ik op de basisschool niet iemand had dat ik een hartsvriendin kan noemen of zo. Weet je wel, zo'n zo, zo iemand waar je echt uh, gaat strijden voor acht jaar lang. Omdat dat iemand is waar je echt mee omging. Mm -hmm. Dat was gewoon, ik ging met iedereen uit de buurt wel een beetje om. Met die en die en die en die, die, die. Maar ik had niet echt een, uh, een vriendin of zo. Uh, dan, dan ben ik een vrienden met hun. En dan eindelijk niets heb ik opeens weer ruzie. Ja, ruzie. <laughs> en dan daarna dan ben ik weer vrienden met die. En dan is ze weer ruzie. En dan maken we het weer goed. En dan, ja, weet je, het was zo wisselend. En ik voelde me nooit uh, alsof ik erbij hoorde. Dat is omdat ik geen plaats kon vinden. Mm. Weet je wel? En dat is, dat is zeg maar dus ja. En uh, niemand hielp ook jou eigenlijk, of niet? Niemand um, eigenlijk. Even nadenken. Dat is in ieder geval bij mij wel zo. Dat, dat uh, iemand mij hielp? Ja. Om jou naar je plek terug te gaan? Nee. Nee. Dat gaat bij mij nee, precies hetzelfde. Nee. Was het bij jou, Michel. Heeft iemand jou ooit wel eens geholpen wanneer je de weg kwijt was? Dat iemand helpt jou om weer terug op het pad te vinden, of niet? Um, in jouw jou, jou jeugd eigenlijk, hè? Nee, als een van met, met, met um, waar mijn plek is als een van meer. Om, helpen, om te helpen meer bij een groep te horen. Ja, dat. Ja. Oké, oké. Okay, okay. um, ja. Oh, sorry. Ja, nee, als een van ja. Ja, ik ben de mee eens. Oh ja. Uh, nee, ik, um, waarom, waarom mijn middelbare schooltijd eigenlijk mijn beste, mijn beste periode was, is omdat ik zal, ik zal mezelf niet beschouwen als populair. Ik, ben, ja, ik ga gewoon heel makkelijk met mensen om. Alleen met negativiteit ga ik even minder goed om. Mm -hmm. um, als ik bijvoorbeeld um, mensen een categorie gegeven emo's, skaters, uh, rappers, um, uh, pure Hollanders, dus eigenlijk in die tijd de boeren. Ik kon met iedereen opschieten. Ja. Dus ja, als ik, als ik iets nodig had. Um, ja, ik, ik kon bijvoorbeeld aan de WizKit van de klas, kon ik notities vragen. omdat ik hem met wat anders heb geholpen. Kijk, wat ik vroeger altijd had geleerd is, um, als je iemand iets wil vragen, dan moet je eerst wat voor ze doen. Voor, dus voor wat woord wat of zoiets. Ja. Dus je kan niet iets van iemand verwachten als je zelf nooit al iets voor hun hebt betekend. Geef en nemen dingen. Ja. Dus um, niet dat ik heel veel voor mensen had gedaan vroeger maar um, omdat uh, ik iedereen mocht, ben ik eigenlijk een beetje iedereens vriend. Ik had niet echt een, een beste vriend. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want je hoort inderdaad van uh, besties forever en uh, bros before. Nee, dat had ik niet. <laughs> dat, dat had ik niet. Maar ik, ik kon wel goed, redelijk goed met iedereen opschieten en yeah. uh, zelfs met zijn klas kon ik opschieten. Yeah. dat was <laughs> echt super weird, want ik zat in uh, um, uh, een theoretische klas. Uh -huh. En hij zat in. Um, um, Kaders Kadersgericht. Kadersgericht, maar dan elektriciënts, toch? Ja. Yeah. Maar <laughs> die guys waren fucking droog. Dus ik kon <laughs> vet goed met ze opschieten. <laughs> ik snap de humor. En uh, rap is gewoon chill, omdat <laughs> ik heb geprobeerd te rappen. Het is niet gelukt. Um, ja, dus, dus ik had interesse van, joh, uh, wat luister je? Terwijl ik gewoon in mijn oortjes of in mijn mp3 sticky gewoon uh, Frank Sinatra luisterde. Mm -hmm. Dus ja. Hallo? Wat? Ging een telefoon op? Ja. Ja, mijn. Um, oh, wow. Wauw, dat je dat hoort. Ik had het nog achter me. <laughs> dus ja. ja, maar in ieder geval, uh, nee, ik, ik, nee, ik had uh, mijn middelbare schooltijd, um, kan ik, mag ik niet over klagen. Hm. En um, ja. En ik vind het wel rot als, als ik jullie zo hoor. Nou ja, het is niet, ik kan het geen rotte tijd noemen, maar het is wel mm -hmm. iets waar ik soort van. Uh, ik, ik, ik hoorde nooit ergens bij. Uh, en ik moest soort van. Ik had het gevoel dat ik wel dat deed achteraf gezien hè, dus mm -hmm. op, in die tijd had ik niet echt zo'n zware schooltijd of zo, laten we mm -hmm. zeggen. Maar het is gewoon meer achteraf gezien op de middelbare school en ik kijk terug naar mijn basisschool mm -hmm. en ik denk van hé, hey, ik heb eigenlijk wel bijvoorbeeld voor haar betaald en voor, weet je, om, omdat ik soort van denk dat ik daardoor vriendinnen krijg, terwijl ik eigenlijk soort van werd gebruikt, weet je wel? Mm -hmm. En dat is wat ik, waar ik later achter ben gekomen. En dat neem ik dus mee naar mijn uh, Volgende vriendschappen of I don't know, die er allemaal komen, weet je wel. Op die manier van ik, je moet wel kijken van ja, het moet van beide kanten komen. Niet alleen dat ik ze, dat ik shit voor me moet betalen, omdat ik dan daardoor vrienden krijg. Dat, 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 uh, mm. weet je wel, gewoon zoiets. Maar ik, ik kan, ik kan, basisschool echt geen, uh, ik vind juist basisschool leuk dan en, en, en middelbare en MBO juist niet. <laughs> mm. Oké, okay. dus ja, maar dat zei ik net al ik, zei, ik vind de basisschool vind ik wel leuk omdat ik dan acht jaar lang met. Dezelfde klas zit en je weet wat je van hun kan verwachten. Mm -hmm. Weet je wel? En dat vind ik fijn. Dat we als klas samen zijn. En we hadden altijd, zeg maar, zo van die uh, sportdagen. Weet je wel? Dat je in kan schrijven. Ik zweer, ik heb echt voor elke sport meegeschreven: voetbal, uh, handbal, uh, lijnbal. Weet je wel? En uh, pinball en uh, whatever. Ik heb voor alles me ingeschreven. Want ik vond het zo leuk om altijd met de klas, zeg maar, één team te vormen. En dan mm -hmm. tegen andere scholen gaan. Vaak wonnen we ook wel. Ik vind het wel echt hilarisch dat ik dan... Ik ben 1 meter 53, maar ze vroeg me altijd om een keeper te zijn. Keeper, <laughs> <laughs> Voetbal Bij voetbal zat ik niet eens in de meidenteam. Want ik zat dus... Ik moest dus bij de jongens. En daar werd ik gewoon als keeper gezet. Was het gelukt? Uh, ik kan me niet herinneren. Maar ik heb wel vaak wel gewoon wat tegengehouden, dat wel. Maar ik weet niet of we hebben gewonnen of niet. Ik kan me wel herinneren dat ik één keer te laat was gekomen op een lijnbalwedstrijd. En, en uh, we waren door, zeg maar. Want je moet een paar wedstrijden doen om een soort van in, voor de tweede of derde plek of zo te gaan. Of zoiets. Mm -hmm. Dus uiteindelijk moesten we tegen school. En ik was, ik weet niet, ik, ik was laat <laughs> of zoiets. I don't know. Ik weet niet wat het was. Maar ik kon zelf herinneren dat ik echt laat kom aanrennen. Snel mijn shirt aandoen, weet je wel. En daar staan. En dat we gewoon hebben gewonnen. Weet je, gewoon zoiets. Dat, ik, dat vind ik tof om gewoon met de klas tegen andere scholen te gaan. Want je voelt je als een team... omdat je elkaar echt al acht jaar lang zit. Je, elke, ja, je zit bij elkaar in de klas. Mm. Dus dat is, dat, dat vind ik, ja, daarom vind ik basisschool zo leuk. En met, klas, uh, met de klas op de middelbare school... dus je hebt één jaar... daarna verandert het waarschijnlijk. Als iemand VWO gaat doen of HAVO... of iemand blijft zitten. Oeh. Weet je wel? Dus het uh, verandert altijd. Dus ja, dat vind ik weer... Hm. Oké, okay, voor afwisseling ook okay, leuk, weet je wel. Maar voor een basisschool wel iets leuker. Was iets meer onschuldiger. Of zoiets. Mm -hmm. Middelbare school is wel echt dat, dat periode dat je jezelf gaat leren kennen. En uh, je, je komt in de puberteit. En uh, opeens uh, maakt het allemaal uit over hoe je eruit ziet. En met wie je omgaat. Weet je wel van, oh, dit is nu in. Ik moet dat, ik moet dat dus ook hebben. Status eigenlijk of niet? Hè? Hmm? Status eigenlijk of niet? Status vooral, ja. En ik merk dat dus bijvoorbeeld met mijn neefje. Instagram, oh my god, hij heeft, ik, hij heeft echt zoveel followers. Ik bedoel, ik heb, iets wow, van, ja, uh, ik heb iets van 500, 500, 500 nog wat of zo, mm -hmm. 550 denk ik. En mijn neef, 6000, is echt kapot. Ja, hij heeft het wel heel goed gedaan. Maar hij volgt wel 5000 mensen. <laughs> <laughs> oh yeah, this is a, this is a a ja, het is een favor voor favor. Het is nu tegenwoordig wel echt zo met de generatie dat als jij zeg maar dan een foto post. Of hij, hij post een foto en hij tagt kapot voor mensen in die foto. Terwijl die, die mensen Helemaal die eens in die foto is. zitten. Nee, maar het ging, ik weet niet waarom ze dat doen. Waarom, waarom ze andere mensen in zijn, in zijn foto of zijn post gaan zetten. Als in van jullie moeten dit zien. Of, jullie, of dit moet ook op jullie, zeg maar je hebt op een gegeven moment op Instagram zo'n kopje van waarin je bent getagd, toch? Mm -hmm. Dat je ook in dat feed zit, zeg maar. Ik weet niet, het is echt zo raar. Wauw. Echt heel gaar. <laughs>